Ik wens je heel veel plezier onderweg, Tom. Met muziek en een mascotte in de vorm van een waterdruppel worden de deelnemers van de avondvierdaagse in Lelystad verleid om de gebruikelijke frisdranken en snoepzakken een keertje thuis te laten. We zagen dat de avondvierdaagse deze week was en we dachten, hoe mooi is het om een gezonder tintje aan de avondvierdaagse te geven. Dus we dachten, laten we dat proberen en dat is helemaal gelukt. In samenwerking met 6 supermarkten uit de stad krijgen kinderen elke avond gratis een fles water en een stuk fruit. Op die manier hopen we dat het een stukje gezonder wordt deze week. Kinderen doen enthousiast mee. Ja, wat heb jij voor drinken mee vandaag? Ik heb gewoon een flesje water meegenomen. En ook ouders vinden het een goed idee. Het is duurzaam, hè? Zeker als je een flesje hebt die je kan, opnieuw kan vullen. En het is gezond en het lest de dorst, dus ik ben voor water. De actie is onderdeel van een grotere campagne om jongeren gezonder te laten drinken. Met heel veel partijen in de stad werken we samen aan gezonde leefstijl eigenlijk voor jongeren. Om te zorgen dat zij natuurlijk gezond opgroeien en gezonde volwassenen worden. En we hebben de Lelystad drinkwatercampagne georganiseerd om wat meer bewustzijn over water drinken te creëren. Toch valt het water nog niet bij iedereen in de smaak. En had jij ook al water mee? Nee, ik heb appelsap.